iedereen, welkom in de Cat Kitchen. Vandaag gaan we maken hutspot. Hutspot zandpot. Hutspot zelf. Kutjes er doorheen. En het ziet ook uit, want het is voor jullie mee, tot zo. Hallo iedereen, welkom in de Cat Kitchen. Vandaag gaan we maken hutspot. Hutspot zandpot. Hutspot zelf. Kutjes er doorheen. En het ziet ook uit, want het is voor jullie mee, tot zo. Zo. Nu even de stukje de aardappel schillen. Zo. De hutspot is tot vandaag goed, mensen, dus vandaag maakt het toch.
Laat jullie dadelijk zien wat ik allemaal de rest nog doe. Tot zometeen. Zo. Hier de koekenpan. Wat jullie nu horen is het gehaktballen die worden ontdooid op dit moment. Ik ga nu de spekje pakken. Dan pak ik de kruiden doorheen. Zo. Ik heb hier knoflookpoeder, ga ik er doorheen gooien. Paprika poeder. Spekjes geven in elk geval genoeg vocht af, mensen. Daarom doe ik er geen boter bij. Daarna ga ik het gehakt pakken. Dat het toch wel lekker omstreken is. Nu ook het gasfornuis en dan voor de hutspot. Dus het is ook alweer aan het bakken. Zo. Dan laat ik jullie zien hoe het allemaal het rest van klaar zit. Tot zometeen. De spekjes zijn klaar en de gehaktballen ook. Het is nu enkel nog wachten op de hutspot. Die is daar al
Die is daar al in de pan, die is nog niet goed. En hier staan de spekjes. Dus het is nu alleen nog even wachten. Ik laat jullie dadelijk zien hoe het is afgelopen. Tot zo meteen. Zo, de hotspot is klaar. Het is zo'n streek, zo nog voor een paar dagen natuurlijk. Hè. Dus overigens morgen gaat in de vriezer. Dan vonden jullie het nou een leuke video. Doe dan even zeker een duimpje omhoog. Vergeet te abonneren op ons YouTube kanaal. Druk gerust op het belletje. Zo ontvang je elke melding van ons in je mailbox. En dan weet je ook gelijk wanneer we live zijn. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg!